allemaal, leuk dat je weer kijkt. En vandaag heb ik een Snapchat Q&A voor jullie. Jullie vroegen wat vragen aan mij via Snapchat. Je kan me vinden onder de naam Jamie trouwens, met dubbel iot op het einde. Ja, die vraag ga ik beantwoorden in deze video. Trouwens, ik ben echt fucking blij dat ik nu eigenlijk met de video ben begonnen. Ik maak geen grapje. Eerst ging ik beginnen met filmen. Toen filmen met softbox van mijn statief. Hey, ik ga zo meteen een Snapchat Q&A opnemen. Dus je kan je vraag via Snapchat opsturen en dan ga ik een paar uitkiezen. Er valt mijn softbox uitkiezen voor de video. Toen wilde ik mijn microfoon pakken en zocht naar mijn SD-kaartje. SD-kaartje kwijt. Half uur gezocht, waar lag die? In mijn laptop. Nice, nice. Dus ik pak mijn lamp, ga zitten, druk op het startknopje, valt die uit. Nice, oké. Okay. Nu kan ik eindelijk beginnen en dit voelt zo goed. Hallo, elke dag avocados eten op cracker en dan peper en zout of muesli met yoghurt. Namelijk, oké. Nou, oké. Wat het dus is, over avocado gesproken, I love avocado. Mijn vriendinnen pesten me er soms een beetje mee. Die, Peel the avocado, peel the avocado. Guacamole, 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 guacamole. Ja. Oké, okay, anyway. Dus ik zal zo over avocado gaan. Goed, Jamie. Wat zou je nog het liefst graag willen doen in je leven? Dus wat zet het dan op nummer 1 van je bucketlist? Wat ik echt nog heel graag een keer wil doen. Dat zijn eigenlijk twee dingen. Ik kan kiezen. Ik wil heel graag parachute springen. Oh nee, het zijn drie dingen. Ik kan niet kiezen. Het zijn drie dingen. Eén is parachute springen dus. En dan, ik zeg nu 1, 2 en 3 omdat het zeg maar geen volgorde is. Parachute springen. Super verwacht is dit. Twee, ik wil heel graag een tatoeage zetten. En dan hier zo bij mijn rib eentje. En dan een mooi woord. Ik weet nog niet welk woord, maar daar moet ik nog over nadenken. Drie, dat is marathon rennen. En dan het liefst in New York. Het lijkt me zo vet om marathon te rennen. Maar hoe cool is het? En vooral in New York, echt gewoon de New York marathon te rennen. Dat is gewoon iets dat gewoon, dat wil ik gewoon heel graag. Wat zou jij doen als je 1 minuut lang alle aandacht van de hele wereld, dus dat de hele wereld naar jou zou luisteren? Wat zou je dan zeggen? Wat zou je doen? Of weet ik veel? Oké, wow, shit. Als ik 1 minuut alle aandacht had van de hele wereld? Oeh, dat is een moeilijke vraag. Eigenlijk zou ik dus een goede boodschap willen zeggen, weet je wel? Van, jullie moeten lief zijn voor iedereen. Maar ik weet dat dat toch niet gebeurt en dat ik de wereld op die manier niet kan verbeteren. Dit is een hele moeilijke. Ik zie het zeg maar voor me dat ik zeg maar push it flat in de hele wereld kan sturen. Dan zou ik denk gewoon zoiets zeggen van hoi papa, mama en alle lieve kijkers. Ik hou van jullie. Het is echt super onzinnig. Maar ik heb gewoon weinig zinnigs toe te voegen. Ah, dat klinkt zo hopeloos. Dat klinkt echt alsof ik echt niks met mijn leven doe. Missing more than just you. Wat ik voor richting doe, ik denk dat je van school bedoelt, is het momenteel in de 5e klas van VWO. Dus ik moet nog 1,5 jaar ongeveer. En dan ben ik klaar. Ook. Hoe kan het echt dat je geen vriendje hebt, maar ze lijkt me echt een heel leuk en heel lief meisje. Ik weet niet of het al gezegd is, maar ja, dat wil ik even weten. Doei. Dat vind ik heel lief, Esmee. Nou, als iemand dat allemaal altijd aan me vraagt, denk ik gewoon aan dit plaatje. On my own. Misschien ook met een paar katten leven later. En dan komt het hopelijk allemaal wel goed. Hoop ik, denk ik. Misschien komt het ook helemaal niet goed. Dan ben ik gewoon voor altijd single en. Gewoon vol energie en ik heb fucking trek. En ik ga zo meteen eten halen. En we hebben avocados liggen, dus ik denk dat ik een avocado ga pakken. Hoi Jamie, ik vroeg me af of je het moeilijk vond om een vegetariër te zijn. Nou, om eerlijk te zijn heb ik eigenlijk helemaal geen moeite met vegetariër zijn. Alhoewel, af en toe mis ik wel een stukje vis. Mama maakt altijd kabeljauw in de oven echt super goed. Zalm, super lekker. Oké, jongens, dat was de video voor deze keer. Ik hoop dat je de Snapchat Q&A leuk vond. Ik vond het echt super leuk om te doen. Echt veel leuker dan verwacht, dus ik denk dat ik het echt vaker ga doen. Ik weet niet, op de een of andere manier vind ik het gewoon super leuk om zeg maar jullie te zien ofzo. En bij de 6000 duimpjes maak ik nog een Snapchat Q&A.
En dan zie ik jullie snel weer. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En adios. Oh ja, volgende week dinsdag komt er weer een extra video. En afgelopen dinsdag is ook een extra video online gekomen. Dus check die even. Ik hoop dat je het leuk vindt als er af en toe extra video's online komen. Ik vind het in ieder geval erg leuk. Want ik merk steeds dat ik YouTube steeds leuker vind. Dus ja, dat was het. Oké, groetjes. Doei. Kusjes. Bye.